Welkom terug YouTube bij het kanaal van Harry de Ferryman. Ik ben Harry en vandaag gaan we het hebben over het mengas dat ik gebruik. Er zijn nogal wat discussies over CO2, mengas, hoeveel liters moet die staan. En daar ga ik het vandaag eens over hebben. Dit is de reduceer die ik heb. Hier kun je op deze meter kun je zien hoeveel druk dat er nog in de fles zit. Als je vol zit, zit je op 200 bar. En met deze meter regel je het aantal liters gas dat er door uit de toorts, uit het mondingstuk komt. Dus de liters die het gas, de liters gas die de vlamboog beschermen tegen de zuurstof. Nou, er zijn hele discussies over. Hoeveel liter gas moet er nou op zitten? Nou, ik ben er heel makkelijk in. Ja, hier zit een blauw voor TIG, staat hier. MIG is het groene gedeelte, dat is tot 30 liter. En hij kan tot 50 liter maximaal. Ik zit meestal van, zoals ik hier binnen sta, 8 liter. Tot ik buiten heb ik hem wel eens op 15 staan, maar veel hoger kom ik niet, want volgens mij heeft dat toch geen enkele nut. Maar daartussen zit ik. Ligt eraan of het waait of niet. We kunnen wel eens kijken wat het doet. Het aantal liters gas en hoe laag dat je kunt gaan zitten. Dan start ik hem gewoon op en dan ga ik hem eens lassen. Dit is een binnensituatie hier nu. Ik draai hem zo. Ja, 115 bar in de fles. Staat 0 liters. Dit is 5 liter, staat tussen de 5 en de 10 in, 7,5 liter per minuut. Zullen we dadelijk eens gaan kijken hoe dat je ermee last. Eerst wil ik nog wel vertellen over het type gas waar ik mee las. Ik weet niet of je kunt lezen. Maar het is een mengas. Argon, kooldioxide, 85-15. 85% argon, 15% koolzuur. Of kooldioxide, zoals ze het hier neerzetten. Daar las ik mee. Daar last bijna iedereen mee in Nederland. Er zijn nog wel mensen en bedrijven die op CO2 lassen, maar dat wordt steeds minder. En dat heb ik gehoord van mijn leverancier. Ga ik eerst mijn over alles aantrekken en beschermingsmiddelen. En dan zullen we ze een stukje gaan lassen met 7,5 liter gas per minuut. Kijken wat er gebeurt. Ik ga nu 7,5 liter per minuut lassen. Las ik twee hoeklijntjes aan elkaar. 3 mm dik stel ik het lasapparaat gewoon op in. En dan zullen we zien wat er gaat gebeuren. Is in deze situatie windstil helemaal voldoende. Dan zal ik de afzuiger eens bij aanzetten, kijken of het dan nog voldoende is, want dan creëer je een beetje tocht. Hij is nog voldoende. Dan zet ik hem iets terug op 5 liter. Hij is nog steeds goed. Ik zal de afzuiger nog wat dichterbij zetten. Ik zet de afzuiger nog wat dichterbij en dan proberen we het nog een keer.
En nu ging het goed mis. Was toch te weinig met afzuiging erbij. Ik ga hem eerst afkoelen, want hij is mij veel te warm af. 5 liter per minuut met de afzuiger er zo dichtbij is veel te weinig. In het begin ging het wel en ik kwam iets dichter bij de afzuiger. En je kunt hier zien zo poreus als het maar zijn kan. Ik heb toch gewoon even doorgelast. Te kijken van wordt het beter, maar mijn gat werd echt niet beter. Hij bleef sputteren. Deze, hier deze. Die zoek me 5 liter, zonder afzuiging. Dan gaat het wel. Ik heb hem altijd gewoon op 8 liter staan. Ik zal eens kijken met de afzuiging er zo zo dichtbij, hoe 8 liter het doet. Dan las ik gewoon deze binnenhoek. Eventjes omhoog zetten. Hij staat op 8 liter. Zetten we de afzuiger aan, lasker aan en zullen we eens kijken wat hij doet. Een keer door, 8 liter per minuut met de afzuiger ernaast, dus dan heb je toch tocht. Geen enkel probleem. Buiten wordt het een ander verhaal, wind is toch nog lelijker als een afzuiger. Maar goed, dan heb ik hem iets hoger staan. Dus maar veel hoger, dus maximaal 15 liter per minuut. Ga ik nooit, want dan heeft het geen zin, dan moet je gevulde draad op de machine doen. En dan moet je iets anders gaan zoeken of met elektroden buiten gelassen. In ieder geval niet iets meer gas erbij. Als het dan toch te hard waait. Ik heb toevallig die gearbootjes. Er komt nog een filmpje van. Dat heb ik nog niet geüpload. Daar heb ik wel buiten gelast. Was ik begonnen met elektroden. Er zat een te grote vooropening op die pijpen die we gezaagd hadden. Hadden een foutje gemaakt met afzagen. Ik dacht, ik kan ze allemaal dicht liggen slaan. Of pak het CO2-apparaatje. Dan kun je die grote vooropening kun je wat makkelijker dicht lassen. Dus omdat je niet zoveel warmte in het materiaal doet. En je bent, ja, het gaat gewoon wat makkelijker. Maar dat is in een ander filmpje en dan kun je ook zien dat het gas, de hoeveelheid gas, de liters per minuut, hoger staan. Heb ik ergens een shot van bij zitten dat ik op de meter van de fles sta. Nou, het begint lekker te regenen. Dus als je in het lassen bent, 5 liter, als het windstil is, gewoon in een afgesloten ruimte kan het. Maar ja, in principe moet je toch afzuiging hebben als je aan het lassen bent. En dan kan het niet meer. Want met de afzuiger, dan wordt hij zo poreus als het maar zijn kan. Dan lukt het niet meer met 5 liter. 8 liter heb ik met de afzuiging geen last. Maar het kan goed zijn als ik een deur openzet of iets anders, dat er toch creëert dat je er wel last van hebt. Gas toch wegwaait, dan is de vlamboog niet afgeschermd en dan krijg je van die rare gaten erin. Hier wou ik het eigenlijk bij laten. Ik heb even laten zien wat voor gas ik heb, met hoeveel liters sta ik las. Het is geen wet, die liters die ik gebruik. Het is sowieso als ik het doe, zeg ik al, zullen mensen zijn die zeggen van er moeten veel meer liters of kan veel minder. Dat kan zijn.
dit doe ik en dit werkt gewoon voor mij. Dus dan heb je nog in ieder geval een begin. En niet te bang zijn als het niet wil lukken. Niet doorgaan. Niet door blijven sputteren, gewoon stoppen. Proberen achterhalen wat er aan de hand is. Het apparaat bijregelen of de gastenvoer of net wat er aan de hand is. En dan weer starten. Nou, ik wens iedereen veel lastplezier toe. Als je mijn filmpjes leuk vond. Als je mijn filmpjes leuk vindt, duimpje omhoog. Wil je meer filmpjes van mij zien, kun je eigenlijk ook abonneren. Dan word je op de hoogte gehouden wanneer ik een nieuw filmpje upload. En zoals wij hier in Brabant zeggen, houdoe!